Ik ben Bas van der Hout, ik ben docent lichamelijke opvoeding en ik ben coördinator van de Bovenbouw, op het VMBO. Nou, ik ben Meis en ik zit in Lea 2. Het schooljaar hebben we vier lesperiodes en die bestaan ongeveer uit 8-9 weken. En op het einde van die periode hebben we een afsluitende week, dat we noemen we de projectweek. En die hebben we vier keer per jaar. En het schooljaar begint natuurlijk met een introductieweek. En de eerstejaars hebben naast de introductieweek ook nog een kamp. Het zijn drie dagen. Ja, het leukste wat ik heb gedaan is denk ik het schoolkamp. Omdat ja, Het is wel leuk om iedereen natuurlijk te leren kennen en ja, je bouwt ook een betere band met de rest van je groep op. En Ik vond ook dat we daar hele leuke activiteiten hebben gedaan. Het was gewoon heel gezellig. Bij lichamelijke opvoeding hebben we in de weken verschillende technieken over het boksen. En dan sluiten we af met een heus bokschala. Ja, het leuke aan de bokschala is dat je, elke leerling heeft daar een rol die bij hem past er moet uh, gejureerd worden, een scheidsrechter, boxers, coaches, maar ook uh, de opleiding van het MBO zijn daarin verwerkt, zoals bijvoorbeeld een fotograaf, een video, DJ, want er moet natuurlijk met de muziek opkomen, uh, security. Dus ze hebben allemaal een eigen rol binnen dat uh, geheel en dat uh, maakt een leuke klasactiviteit die, die je in een gymles niet voor elkaar kunt krijgen, maar dus wel in een projectweek. Dus ik vond het vooral een hele leuke activiteit omdat je veel in beweging bent. En ja, ik vind boksen wel gewoon heel leuk om te doen, eigenlijk. Er zijn activiteiten waarbij één vak centraal staat. Maar er zijn ook genoeg activiteiten waarbij het vak overstijgend is. Waar meerdere vakken samenkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Fashion Show. En de Fashion Show wordt hier jaarlijks in het uh, atrium gehouden. Waarbij ouders en overige familieleden uitgenodigd worden om te komen kijken. En de Fashion Show omvat bijvoorbeeld creatief, waarbij ze uh, bij 3D uh, kleding maken van. Uh, Gerecycled materiaal. Die worden op foto gezet, dus fotografie komt daarbij kijken. Leerlingen moeten zichzelf presenteren. Dus een workshop Nederlands eh, met presenteer jezelf komt daarbij. En, en, en dat wordt allemaal samengevoegd tot één activiteit van een uur of twee. En dat gebeurt dan s'avonds. Ik heb voor Sulikas gekozen omdat ik het heel leuk vind om creatief bezig te zijn. Ik hou niet echt van in de boeken zitten. Dus ik vind het ook fijn dat we zeg maar afwisseling hebben tussen praktijk en echt leervakken.